Mag je eigenlijk wel zeggen dat ook voor deze wedstrijd de landskampioen het veld betreedt ter ere van hun 50-jarig bestaan. Kijk eens even, Daan van der Voort, die is toch snel. En daar komen de eerste punten dan op het bord. Wat een snelheid heeft de jongen toch. Daan van der Voort en drukt de eerste punten onder de palen. En Verplanken die de conversie neemt. En ook die is goed. Oh, dat is even een mazzeltje. Ja, Mees van Noord, ja, die heeft snel genoeg. Die gaat het wel halen. Een klein gelukje. Mees van Noord was oplettend. Balletje achterlangs van de fullback van de Jukes. Voor de zekerheid. Benjamin Garcia wil zijn hand erop leggen. Nee, inderdaad, geen probleem. Kijk eens eventjes. Oh, jammer. Goede offload. Was een erg mooi spel. Loop around. Oh, maar dat is Sam Verplanken. Die kan er vandoor gaan. Die heeft voldoende snelheid. Ook nog Daan van der Voort naast hem. En die gaat erop voor zijn tweede try. Intercept try van Sam Verplanken. Die gaat er niet doorheen. En het is inderdaad het einde van de wedstrijd. Oh, Leon Koenen op de verjaardag van Diok. 50 jaar Diok. Zeker. Mooi om weer eens te spelen, of niet? Mooie pot, zeker weten. En ook nog precies 50 punten gemaakt deze wedstrijd. Nou, 45 als ik het goed heb. Ja, maar plus die 5 van 50. Wat uitgekiend. Dus die laatste treis heb je daar. Ja, die moest je even weggeven om de stand mooi te maken. Ja. Nee, het was leuk om weer te spelen. Zeker na zo'n lange break. Ja, joh. Bijna een half jaar stilgelegen. Ja. Wat doet het met een mens? Ja... Wat doe je? Goed, gelukkig konden we het snel wel weer een beetje oppakken. Ja. De periode hebben we toch wel een beetje kunnen trainen nog. Eerst in de tweetallen, toen in viertallen. Dus dat was op zich wel te doen. Ja. Maar goed, geen echt rugby. Nee. En is het fijn dat we nu wel weer echt gewoon kunnen rugbyen. Contact pas de laatste twee weken zo'n beetje, geloof ik. Hè? Dus ja, precies. Dus dan ben je weer met een grote groep en dan kan je wel weer gewoon echt rugby spelen. Ja. En dat hebben we toch wel heel lang gemist. Ja. Je zag het ook een klein beetje, ook laat ik het even de verschil tussen het eerste en het tweede noemen. Ook met het eerste, het heeft echt denk ik iets van 20 minuten geduurd voordat het eerste punt op het bord kwam. Klopt, ja. Teams hielden elkaar in evenwicht, veel kleine foutjes om mensen die elkaar niet hebben begrepen. Het was duidelijk een beetje roestig allemaal nog. Ja, klopt. Het was echt wel even een break en dan moet je gewoon inkomen. En dat is toch even anders dan op trainen. Dan is, staat er gewoon een team tegenover je van 15 gasten die ook gewoon keihard ervoor willen gaan. Ja. En dat is toch anders dan gewoon een teamrun natuurlijk die je op de training afwerkt. Ja. En daar hadden we ook echt even voor nodig. Dus zeker die eerste 25 minuten, daar moesten we gewoon echt inkomen. Even wennen aan elkaar, wennen aan de druk van de tegenstander. Ja. Maar toen het eenmaal de tweede 25 minuten wel weer begon te lopen, toen was het ook wel weer snel als vanouds. Ja, precies. Nou, ook wel leuk om te zien dat er qua personeel eigenlijk weinig veranderd is. Behalve dat er weer wat nieuwe jongens zijn doorgekomen. Klopt, ja, zeker. En, dat is toch ook wel fijn om te weten dat die continuïteit bij die ook de laatste jaren er echt in zit. Hè? Ook echt uit eigen kweek. Zeker, ja. Nee, er is echt een nieuwe generatie en die begint echt wel door te komen. Ja. Met zo'n grote jeugdafdeling is dat mooi dat die gasten nu ook erbij gaan komen. En ook je ziet het, dat team dat heeft de wedstrijd afgesloten en die hebben het gewoon supergoed gedaan. Ja. En die houden ook gewoon stand met elkaar. Dus echt klasse voor iedereen. Hey, komende weken dan gaat er een soort, ik noem het ook je schaduwcompetitie, maar ja, voorjaarscompetitie gaat er plaatsvinden. Iets van 10 of 11 teams. Elf teams, ja. En alleen Hilversum en HRC die er geloof ik niet bij zijn. Maar wat verwacht je van die competitie? Ja, goed, het is gewoon een competitie. Elke wedstrijd die telt. En wat dat betreft heb je aan rugby denk ik wel een goede. Je staat niet voor Jan Doede op het veld. Als je er staat, dan wil je er gewoon voor gaan. Dus ik denk dat ondanks dat het niet een officiële ereklasse is, denk ik dat het wel gewoon een goede competitie wordt. Met teams die er ook veel voor doen. Om zich natuurlijk ook elke keer te laten testen voor alle wedstrijden en trainingen. Ja, die gaan er wel gewoon voor, want anders doe je niet mee. Ja, precies. Hangt dat het er nog in dat coronatesten en voorzichtig zijn? Of telt het eigenlijk, als we eerlijk zijn, niet helemaal mee? Het hoort er gewoon bij. Het is dan de test. Ja, dat duurt even wat meer tijd elke keer voor een training of voor een wedstrijd zoals vanochtend. Ja. Dus we moesten er al wat eerder zijn dan normaal. Maar goed, dat is eigenlijk het enige. Ja. En voor de rest, als iedereen gewoon weer een uitslag heeft en negatief getest is, dan kunnen we gewoon weer lekker trainen. Dat is toch wel het belangrijkste. Hey, Diok, ik geloof in 83 voor het eerst kampioen. 10 jaar lang kampioen in de jaren 90, om het zo maar te zeggen.
Natuurlijk, eigenlijk zijn we nu nog steeds kampioen. Ja. Afgelopen drie jaar. Wat gaat het eind van het seizoen weer kampioen? Ik denk het wel, dat is zeker de bedoeling. Ja, nee, daar gaan we gewoon echt volle bak voor. Okay. En het team wat we hebben, ja, dat is dat ook echt wel weer de bedoeling om met deze jongens weer kampioen te gaan worden. Okay. Het is dan niet officieel de ereklasse titel, maar ja, goed, winnen is winnen. En we willen gewoon de beste zijn en blijven. We zetten hem gewoon onderaan het lijstje. Heel hartelijk dank voor succes. Top, dankjewel. En dan nu de captain, als ik het goed heb, van de Dukes. Maarten van Os. Ja, zeker. Dankjewel. Goh, dat was wel eventjes een tijdje geleden, of niet? Ja, dat was even wennen. Zeker het begin zag je dat we echt wel, volgens mij, beide ploegen wel elkaar moesten zoeken. Ja. Wij in ieder geval wel, kan ik zeggen. Ja. Maar het is toch heerlijk om weer hier te staan op het veld en weer te mogen. Nou, dat is echt een privilege. Dat spatte er echt vanaf. Ook bij het tweede team moet ik trouwens zeggen. Dat was echt de jeugdige onbevangenheid, zullen we het maar noemen. Ja. Maar ook de eerste 20 minuten was het gewoon echt even spel van beide kanten. Het was eigenlijk tot dat moment eigenlijk, behalve misschien de scrum, niet echt te zeggen wie nou de upper hand zou ze krijgen, zoals Stengel zouden zeggen. Maar langzaam veranderde er wat. Een verklaring waarom het op een gegeven moment toch nog wat draaide? Nou, ik denk dat waarom het in het begin zo gelijk opging, is dat we echt elkaar moesten vinden. Ja. Onze defense stond goed totdat er één keer de lijn gebroken werd. Ja. En toen veranderde iets. Ik kan mijn vinger er niet op leggen. Ja. Maar ja, toen dat zijn we dus niet meer gewend. Ja. En dan zie je dat het steeds wat meer gaat en wij laten die ook meer komen. Ja. En dan scoren ze gewoon vaker. Ik hou ervan om het positieve te blijven benadrukken. Ik vond het vooral opvallend dat die ook gewoon echt moeite had met jullie. Toch wat wel ook wel opviel op een gegeven moment dat jullie moeite hadden om de gainline te doorbreken. Ja. En dat heeft jullie misschien wat opgebroken. Waar dat, laten we zeggen, de Diok in de eerste kwartier ook eigenlijk niet lukte, begon dat toen op een gegeven moment te lopen. En dat, is dat, denk je, dan toch het gemis van die 5-6 maanden niet spelen? Ja, weet ik niet. Ik denk dat dat Diok ons ook goed onder druk zette. Zeker vanaf de setpiece, de scrum die bij ons naar achter ging. Line-outs misschien niet helemaal functioneerden zoals ze zouden moeten functioneren. Ja, als ze dan beginnen met naar achter rugbyen en zij staan goed en ze zetten goede druk, dan is het lastig om dat te doorbreken. Ja. Iets waar we aan moeten gaan werken. Ik vroeg van tevoren ook aan jullie coach, Alex Cheng, van wat voor instructie hebben ze meegegeven voor het spel? Mm-hmm. En zijn antwoord was eigenlijk, ach, jongens moeten gewoon plezier hebben, dat het veilig is, maar vooral ook zie waar het spel je leidt. Was dat bij jullie ook allemaal een beetje het gevoel of hadden jullie toch van tevoren echt wel een soort plan in je hoofd? Nou, we hebben natuurlijk wel een plan gehad waar we de afgelopen 4-5 weken aan gewerkt hebben op de training. Mm-hmm. Maar ik denk dat het ook voor heel veel jongens gewoon was, nou lekker weer het veld op, we mogen weer. Geniet ervan. Ja. En een beetje het besef van, ja, weet wat de privilege we hebben om hier te staan. En hoe snel het weer om kan draaien, zoals we vorig seizoen hebben gezien. Ja. Dus nee, het is absoluut ook echt genieten geweest. Ja. We zijn Nederlanders, we zitten altijd te zuren op het weer. Nou, ik moet zeggen, met dit zonnetje toch wel wat koud, maar daar hebben jullie natuurlijk geen last van gehad. Nee, maar die wind wel, hadden jullie daar nog wat last van? Nou, misschien met kicken en zeker toen we draaiden in het tweede kwart. Ja. Dat het toch wat lastig was om de bal van onze eigen helft weg te krijgen. Ja. Maar ja, dat is altijd met rugby. Je moet het met de weersomstandigheden doen. Ja. En de ene helft hebben wij het en de andere helft heeft de tegenstander het. Dus ja. Ja, je mag het er ook niet op gooien natuurlijk. Nee, absoluut niet. Nee. Hey, de komende weken wordt er de voorjaarscompetitie gespeeld. Hoe schatten jullie je kans in? Hoe kijken jullie naartoe? Of is het gewoon plezier hebben en we zien wel wat er gebeurt? Nou, ik denk plezier hebben is één. Ik denk dat wij hebben een jeugdige ploeg. Dus ik denk dat we echt wel ook dit gaan gebruiken om door te bouwen naar volgend seizoen. Ja. Om gewoon wat wedstrijdritme te krijgen en wat met elkaar kunnen leren spelen. Ja. Hoe ik ons team inschat, ik denk dat het lastig is om te zeggen. Ik weet niet wat de andere teams hebben gedaan. Ik denk dat we er gewoon vanaf volgende week gaan het zien. Ja, precies. Hey, nog 3 jaar hebben jullie de tijd om ook landskampioen te worden, zodat je ook met jullie 50-jarig bestaan kan zeggen, we zijn de landskampioen, toch? Ja, nou, daar gaan we voor werken. Oké, heel veel succes daarmee. Dankjewel. Alright.